Het rapport, de methoden en technieken ter vaststelling en bestrijding van armoede in Suriname, verschaft de informatie die voor de regering noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar beleidsprogramma's gericht op duurzame bestrijding van armoede in Suriname. Het rapport is samengesteld door de multidisciplinaire werkgroep Armoedegrensbepaling, die wordt aangestuurd door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ. Commissielid Rosita Woodley-Sobi zegt dat dit rapport nodig was om een beter inzicht te geven over de mogelijke oplossingen. Op een gegeven moment wil je als overheid, als samenleving wel weten wie zijn de mensen die de lage inkomensgroepen behoren, de mensen die de arme groep behoren. Wie zijn ze, hoe selecteer je ze, hoe breng je ze in beeld, maar hoe groot is de groep zelf? En daarvoor heb je dus technieken nodig. En dat is eigenlijk het werk dat wij hebben verzet. Dat is meer van technische aard. En dus aan de hand daarvan maak je eigenlijk inzichtelijk hoe je die mensen kan benaderen, hoe je die mensen kan vinden. En eigenlijk kan vaststellen hoe groot eigenlijk, hoe arm Suriname is. AWJ-minister Stephen McAndrew zegt dat dit rapport zal bijdragen aan het doelgericht aanpakken van de armoedeproblematiek in ons land. Aan de hand hiervan kunnen de juiste methoden worden ingezet voor het welslagen van het plan van aanpak. En daarom denk ik dat het werk dat verricht is geworden door de commissie zo van enorm belang is. Omdat we nu methoden en technieken hebben gekregen die we kunnen gebruiken om armoede gerichter aan te pakken, om armoede in Suriname gerichter te bestrijden. Ik ben dan zeer erkentelijk. Aan de commissie ben ik dan zeer erkentelijk voor het werk dat verzet is geworden in de afgelopen jaren. Ik denk dat we ons misschien niet goed beseffen op dit moment wat voor immens werk verricht is geworden. Wat we nu allemaal hier zo hebben om armoede in Suriname nog gerichter te bestrijden. En ja, er gaan af en toe misstanden zijn. Want die proberen we ook te corrigeren, collega's van SAFO. Wanneer mensen zeggen we moeten een nieuwe armoedegrens vaststellen, dan zeggen we van nee, wat we willen is nu een grens om te bepalen van wie in aanmerking moet komen voor sociale assistentie, voor sociaal programma en dergelijke. Maar de armoedegrens is al vastgesteld en die kan je niet gaan veranderen naar willekeur omdat je bepaalde zaken wil doen. De zittingstermijn van de commissie is verlengd tot en met 2024, wat betekent dat er in het natraject ruimte is voor het organiseren van meerdere projecten, zei McAndrew. Verder zal er gewerkt worden aan het uitvoeren van de uitgestippelde roadmap ter verbetering van de uit te voeren strategieën.